allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe Eurotrip Simulator, jongens. We gaan van Oesnabroek naar Hamburg. En ik heb net hier in Oesnabroek een nieuwe garage gekocht. En ik heb weer een garage, maar ik kom 5 trips daar in kwijt. Dus dat is wel lekker. Kilometer, 3 uur en 53 minuten. Het is inmiddels al half 4 of zo, half 4 in de nacht. Dus we gaan dadelijk eens even een slaapplekje zoeken. Maar dan wel op de snelweg. We moeten wel zo snel mogelijk op de snelweg wezen.
Dus ja, al die dingen kopen allemaal, dat kost ook natuurlijk weer geld, hè. Dus ja. Ja, mijn motor die doet ook niet goed meer, maar ja. Zou ik het er nog even een beetje inhalen, dat zou mooi wezen. Wat hebben we hiervoor, jongens? Hoppakee. Ja, level 16. We gaan langzaam naar level 17. Ja. Dus dat scheelt weer. Dat scheelt weer, jongens. Dat scheelt weer. We moeten eigenlijk eventjes...
We moeten eigenlijk even naar de truck dealer. Hamburg is het dichtst bij eigenlijk. Bezoek de geselecteerde dealer. Nee. Ja, bezoek de geselecteerde dealer. Ja. Kijk, want hier heb je nog een paar mooie Iveco's. Hè? Kijk. Ja, die Iveco's zijn ook wel mooi hoor. Die is mooi. De straal is super. Nee, ik vind die super vind ik eigenlijk de mooiste. Maar dan moeten we even kijken. Iveco straal is super. Iveco straal is super. Iveco straal is super. En dan gaan we even kijken. We gaan even naar een vrachtwagenbeheer. Iveco. Hé, hey, we hebben nog geen Iveco. We hebben een DAF, een Mercedes en een Volvo hebben we. Ja, dan zou eigenlijk die DAF van Karel, die zou eigenlijk naar een andere garage, zou ik naar een andere garage moeten slepen. Die wil ik eigenlijk, ik wil die eigenlijk, dat gaat niet. Wat heb Karel? Kijk, Daniel die levert, nee, Daniel heeft niet veel, Karel die levert veel meer geld op. We gaan die Iveco kopen en dan gaan we die Iveco gaan we aan Karel geven. Kareltje. Dat vind ik wel leuk. Laten we die lekker aan Karel geven. Maar dan wil ik eigenlijk, wil ik die DAF, die wil ik eigenlijk eerst naar deze DAF. Die wil ik eigenlijk verhuizen naar Oesnabroek. Kijk. Die zit nou op Oesnabroek. Want die heeft voortaan een nieuwe, hebt hij. Want ik wou eigenlijk, wou ik één ding overhouden. En dat is voor die andere Volvo. Die andere Volvo, die wil ik eigenlijk, deze is wel heel mooi, die blijft in Rotterdam. Deze blijft ook sowieso in Rotterdam. En ik denk dan, als we die nieuwe gaan kopen, die gaan we ook. Hé, hey. Karel heb geen dingen meer, Karel heb geen chauffeur, Karel heb geen trailer meer, maar dat maakt niet uit. We gaan zo naar Oesnabroek en dan gaan we, die gaan we naar Oesnabroek brengen. En dan gaan we daar weer Karel op zetten. Dan hebben we nog eentje over. En daar kunnen we dan weer een nieuw mannetje op zetten. Dat zou wel heel erg leuk wezen. Ja, die Volvo Classic, dat vind ik echt de mooiste. Vind ik dat. En dan gaan we die nieuwe gaan we ook naar Oesnabroek brengen. En dan die Volvo VH normale, die gaan we dan in Rotterdam stallen. Maar goed, dat is allemaal voor later. Dat is allemaal voor later. We gaan eerst eens even kijken bij de truckdealers. Kijk, en dan gaan we voor Kareltje gaan we een hele mooie nieuwe vrachtwagen kopen. Kijk. De Iveco niet. Die super. Welke was dat nou? Want ze zien er nou allemaal hetzelfde uit. Space Super. Ja, de Space Super die gaan we kopen. Even kijken. Kunnen we die. Oh, kunnen we die trouwens wel kopen? Want dat gaat volgens mij niet. Ofwel, ja. Configureren. Gaan we even configureren. Kijk, het is een mooi dingetje. Het is een mooi dingetje, jongens. Die is goed. Dan doen we gelijk de duurste onder. Pop. Dan gaan we naar de motor. Dan doen we gelijk de 500 pk in. Oh, heb ik de verkeerde genomen. Even kijken, die is er goed, die is goed, die is goed, die is goed. Die doen we daar. Dit is het interieur van Karel. Karel wil wel niet die. De exclusief. Kijk, dit is ook wel een mooi haartje voor Kareltje. We gaan Kareltje blij maken vandaag, jongens. We gaan hem even aanpassen. En dan gaan we hem, ik wou hem eigenlijk blauw maken. Dit is ook wel heel mooi, hoor.
tot het donkerpaars. Ook wel erg bizar mooi. Die is erg mooi. Laten we dat gaan doen. Laten we dat gewoon gaan doen. We gaan dat gewoon doen. 68, 25. Kijk, dat zijn de kleuren, jongens. Dat zijn de kleuren. Maar eigenlijk die doen. Dus dan doen we die. Doen we 250. En dan doen we hier doen we 68. En hier 25. En dan krijgen we weer die gekke kleur. Nee, dan krijgen we die gekke kleur niet, want ik pak de verkeerde. Die moeten we hebben. De 250. En 68. 25. 25. Kijk, dat is hem, jongens. En dan gaan we die kleur. Die kleur, die kan we heel mooi maken. Kijk, een beetje gele gloed is misschien wel heel erg mooi. Kijk, als we hem zo doen, dan, ja, dan wordt hij niet echt heel mooi, vind ik. Het is een beetje te overdreven. Hij moet net een klein beetje, moet hij die glans krijgen van, hey, er zit ook geel in. Kijk, en dat is, oh, druk hem verkeerd. Dat is deze eigenlijk, kijk. Dit is hem eigenlijk, jongens. Deze is wel heel mooi, hoor. Oh, deze is echt mooi. En dan die kleur andere is ook goed. Juist, oké. Laten we dat maar doen. Dan gaan we hier naartoe. Even kijken. Wat gaan we doen? De bonfire erop. Hoppa. Even extra. Die erop. Of laten we de dragonfly nemen. De dragonfly doen we erop, jongens. Juist, en dan kunnen we hier nog allemaal gekke dingen doen. Bijvoorbeeld de roar. Nee, de tong. Dan doen we hier doen we ook de tong. Juist, en dan doen we hier doen we de roar. En dan doen we hier doen we de screamer. Daar doen we de zwaailamp. Daar doen we de. Wat hebben we nog meer? Die erop. Nee, die is niet mooi. Nee. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Hoe deed ik dat weg? Hoe doe ik dat weg? Even kijken. Nee. Hoe kan ik hem nou weer weghalen, dat gekke ding? Dat gekke apparaat. Hoe kan ik dat nou weer weghalen, jongens? Want die heb ik eigenlijk al. Oh ja, dit is misschien wel leuk om te doen. Wat is dit? Hè? Dat is de bonfire. Eens even kijken. We gaan hier. Gaan we daar een lamp op zetten. En daar gaan we zo Mickey Mouse. Kijk, een beetje Mickey Mouse-achtig. En dan die erop. Kan mij even schelen ook. Ik vind het prima eigenlijk zo, jongen. Ik vind hem eigenlijk prima zo. Die zetten we erop. En dan maken we daarop Kareltje. Toepassen. Deze vrachtwagen wordt voor Karel, jongens. Karel die zal wel heel blij wezen. Nou, we gaan eventjes kijken wat we allemaal gaan veranderen. Hier ook komt een navigatie. Nee, daar komt een mobiele telefoontje. Daar komt de chauffeurstrukkers dingen, weet ik ook wel. We gaan gewoon die line-up doen. Op. En dan doen we hier ook de King. Die en American Truckers. Hier gaan we er nog eentje opplakken van de Eurotruck Permanent.
Hier ook komt die van de software, die, die erop en die erop. Ja, perfect. Nou, zo heb ik hem wel netjes hoor. Rode gordijntjes erop, dat is wel mooi. Oké, even kijken, wat hebben we nog meer? Wat is dit? Een zonneklep. Dat past niet. Ja, welke zonneklep moet je dan wel hebben? Ze passen er voor me allemaal niet op, of wel? Oh, wel. Ja, nee, oké. Hangaccessoires, Eurotruck Simulator. Dingetje. Hiero, een frontspiegeltje. Lang. En ik, ja, ik vind hem eigenlijk wel best zo hoor, jongens. Ik vind hem eigenlijk wel mooi zo. Zijspiegel is goed. Die is goed. Gespoten. Modern gespoten. Ja. En dan gaan we even kijken. We gaan. Hupkee. Dit is een bedje. Daar doen we lekker een dekentje op voor Karel. Want anders dan valt hij kou. Hier doen we zijn sporttasje erop. Zijn weekendtasje. Die komt daarin te zitten. En hier komen zijn flesjes drinken. Perfect. Nou, ik vind hem helemaal keurig. Ik doe er verder doe ik er niet heel erg veel meer aan. Nou, we gaan deze kopen, jongens. We gaan deze kopen. Kopen. Nee. Hij gaat naar... deze gaat naar Oesnabroek. Die gaan we naar Oesnabroek. Oh, wow. Oh, sorry hoor. Ik wist niet dat je boos werd. Die gaat naar Oesnabroek. Nou jongens, hoppakee. We zorgen meteen dat je nieuwe garage... je nieuw gekochte vrachtwagen bij je garage wordt ingezet in Oesnabroek. Nou, dat is de Stralis. Ja, dat wil ik. Ik wil verlaten. Nou, dan gaan we even kijken. Nou heb ik zo. Ik heb nu nog maar 99,7. Maar goed, in ieder geval, we gaan naar een vrachtwagenbeheer. En dan gaan we hier ook gaan we de Stralis. Dat is die nieuwe. De nieuwe Stralis, daar gaan we natuurlijk een chauffeurtje op zetten. En Karel die mag gaan rijden. Vrachtwagen is 2, chauffeur is 3. Karel. Karel! Karel, jij mag op deze gaan rijden, Karel. Jij mag op die gaan rijden. Kijk, Stralis. Nee, dat doet hij niet. Hè? Waarom kan ik daar Karel niet op zetten, jongens? Karel. Karel heb... Nee, Karel heb geen... Karel heb geen vrachtwagen. Nee, maar we willen Karel... ik wil Karel... Oh, ik heb het verkeerd gedaan. Wacht even hoor, jongens. We gaan eerst eventjes naar de chauffeurs. Karel heeft geen chauffeur. Die heeft geen vrachtwagen. We gaan Karel verplaatsen naar Oesnabroek. En dan mag hij rijden met die mag die rijden. En nou klopt het wel. Kijk, zie je wel. Daniel die rijdt op de Mercedes. Karel rijdt op de Iveco. Nou, hoe beter kan je het hebben? En volgens mij heb ik nou een... hè? Heb ik nou... Ik had er toch 4, hè? Ja, zie je wel, de Volvo Classic. Kijk. De Volvo Classic, daar zit... Nee, de DAF. De DAF 2021. Daar is nog geen chauffeur voor. Dus dan gaan we naar chauffeursmanager. En dan gaan we iemand... Ik wil iemand aannemen. Hallo, ik wil iemand aannemen. Hoppakee, ik wil iemand aannemen. Hamburg, nee. Chauffeur. Oké, okay. Even kijken. Dave. Maar die heeft nog helemaal geen ervaring. Dat is natuurlijk helemaal niks, hè. Dat is natuurlijk helemaal niks. Kijk, die heb je 2 daarop. En wat is dit dan?
Allemaal gasten met bijna geen ervaring, joh. Allemaal gasten met bijna geen ervaring. Ja, dan ga ik toch voor Sebastiaantje, jongen. Laten we Sebastiaan maar nemen. Sebastiaan, huurchauffeur in. Voor de ruimte. Zo, dat was een goeie. Was het nou Rotterdam of was het nou Usnabroek? Ik dacht Usnabroek. We gaan hem gewoon op Usnabroek zetten. En dan mag hij hierop rijden. Hoppakee. En we hebben weer een chauffeur erbij, jongens. Alle vrachtwagens zijn nu, als het goed is, bezet. Kijk, want dit is nu momenteel de stand. Ik ben speler, ik rijd op de Volvo. Dan hebben we Daniel op de Mercedes Nieuw Actros. Karel op de Iveco Stralis. En op de DAF rijdt momenteel Sebastiaan, een nieuwe speler. In ieder geval, Sebastiaantje. Nou, dat is toch leuk voor Sebastiaan. Even kijken. Hoppakee. Dan gaan we eens even kijken wat die met de gestoten opleggen. Maar waar, daar ben ik nog niet achter hoe dat nou precies werkt. Want hoe kan je die nou verplaatsen naar Usnabroek? Oké. Juist. Oké. Kijk, en dan zou je eigenlijk moeten zeggen van, joh, ik zou hem dan moeten gebruiken. Oh, hier gebruiken. Nou ja, dan wordt hij naar mij gedaan. Kijk, want ik heb geen trailer. Ik heb een trailer. Daniel heb een trailer. En Karel heb. Ik heb wel een trailer. Hey, ik heb geen trailer. Ik heb geen trailer, jongens. Ja, heb ik niet echt nodig ook hoor. Maar goed, in ieder geval. Ja, laat het maar zo eventjes houden. Lijkt me wel beter. Dus ja, we hebben nu twee garages en we hebben nu vier auto's, jongens. Dus we gaan langzaam vooruit, in ieder geval. Dit was in ieder geval de video, de laatste aflevering. Maar er komt nog meer Euro Truck Simulator. Dit was in ieder geval het eerste seizoen, zeg maar. De 10 afleveringen heb ik toch opgenomen. Ja, ik heb even een hele kleine pauze ingezeten. Maar toch de 10 afleveringen op volgemaakt. Ik ga later nog meer afleveringen opnemen. Dat doe ik later pas. Want voorlopig wil ik ook nog dit spel gaan livestreamen. Livestreams gaan maken. En als ik dat doe, dan kloppen de afleveringen niet meer. Als ik nu afleveringen ga opnemen. En die ga ik pas over een paar maanden pas laten zien. En ik ga het tussendoor nog livestreamen. Ja, dan klopt het niet helemaal echt meer. Dus als ik geen tijd meer heb om te livestreamen, dan ga ik weer nieuwe opnames opnemen voor het spel. En dan gaan we lekker spelen. In ieder geval, dan hebben we weer een voorraadje met nieuwe afleveringen. En dat lijkt me gewoon het beste. Betekent dus niet dat het einde is van Euro Truck Simulator. Want er komen nog heel veel livestreams. En er komen zeker weten weer nieuwe series van Euro Truck Simulator. Dus wat dat betreft, jullie kunnen je hart nog ophalen. In ieder geval bedankt jullie voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer voor meer video's. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende Euro Truck Simulator. Groetjes van deze kant. Bye bye. Hoi. Thank you.